Oké, dan komen we bij het eerste gerecht aan van het vegetarische menu. Voor dit gerecht hebben we een rijstnoedel gemaakt op basis van verse pompoen. Daar hebben we verschillende texturen van pompoen bij gemaakt. Voordat we beginnen, we hebben we elk bakje met een blauw stickertje hebben aangegeven. En voor de zekerheid, dit gerecht maken wij voor twee personen. Dus hebben jullie voor meerdere personen, hou dan rekening dat het anders verpakt kan zijn. We gaan even door alle ingrediënten. We hebben een bakje met wat verschillende kiempjes en wat slasoorten. We hebben een bakje met de noedels en daar zit de saus eigenlijk al doorheen. Dus hij is perfect gegaard, hij is mooi op smaak. We gaan straks hem alleen, we gaan hem iets warmer maken. Dus we willen hem een graad of 40 hebben, hè, dus dat de kou eruit is. Ik heb een bakje met ingelegde shiitake. Ja, dus we hebben een hele mooie bouillon gemaakt. Aziatische smaken, wat sojasaus, wat mirin. Daar hebben we hem ingeweld. Ja, dus die kunnen we mooi in het gerechtje verwerken. Ik heb een klein bakje met wat hennepzaad. Dat hebben we gepoft met wat pompoenpitten en op smaak gebracht met za'atar. Ik heb een bakje met saus vierge. Dus op basis van verse tomaat met wat verschillende kruiden erdoorheen. En ik heb een aluminium bakje. Daar zit gepofte pompoen in. En die hebben we op smaak gebracht met wat bieslookolie. Nou, we beginnen als eerst de pompoen in de oven te doen. Hij is gaar, hij is op smaak. We willen hem alleen warm hebben. De oven is vol warm op 180 graden. Dus die doen we erin, 6 minuutjes. En dan in de tussentijd kunnen we de rest van de gerechten warm maken. Ik heb hier alvast een pannetje klaargezet. Kunnen de noedels kunnen erin. Zo. Ik zet hem op heel laag. We hebben inductie, je kan hem ook heel laag vuur zetten. Hij moet echt heel lichtjes warm worden. In de tussentijd haal ik van de rest van de bakjes alvast de dekseltjes af. De rest kan gewoon op kamertemperatuur. Straks om de noedels mooi uit het pannetje te halen en in het gerecht te leggen, ik gebruik eigenlijk een pincet. Stel je hebt het niet, kan je een mooi vorkje gebruiken. Stel je hebt niet opgelet en je hebt het vuur iets te hoog, waardoor hij echt te warm wordt, blus hem af met een heel klein beetje water. En probeer hem echt in de gaten te houden, want anders zijn je noedels straks te gaar en is het gerechtje gewoon echt niet lekker. Tussentijd even de pompoen checken in de oven. He, pak hem vast met een doek, want het is echt heel erg warm. Dan verdelen we de pompoen mooi over twee bakjes. Je ziet aan het einde dat er nog best wel wat olie over is gebleven in het bakje. Die mag je mooi verdelen over beide gerechtjes. Deze is ook warm. Leg een mooie speels op de pompoen. Zo. We hebben hier de saus vierge. Daar gaat een mooie lepel overheen. Dan heb ik hier de shiitake. Die kun je mooi speels verdelen. We hebben het kleine bakje met hennepzaad en gepofte pompoenpitten. Gaat er overheen. En eigenlijk als allerlaatste sla en de kiempjes. Ja, dus in dit gerecht die noedels mooi op smaak gebracht met de dressing. De dressing zit een klein pittigje in, een klein pepertje met wat limoen. Hè, dus dat brengt mooi die spanning in het gerecht. Wat krokantjes van die pompoen en die hennepzaad. En als laatste de sla. Hè, dus dat geeft echt een mooie smaakbalans. Ik zou zeggen, eet smakelijk en dan zien we jullie bij de volgende gang.